Helemaal. Oh my god, kijk, mijn knoop is ook helemaal open. Ik heb echt een slappe lach. Jeetje, wat ging dit hard. Nou jongens, we gaan het circuit op en dan ga ik jou wat dilemma's geven. Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik heb niet zoveel dilemma's in mijn leven, maar... Oh niet? Jij, nou, zoals maar. Jij zal wel iets bedacht hebben. Ik zal wel iets, ja. Oké. Okay. Nou, we rijden nu, gaan we het circuit op. En als het goed is, ben ik in goede handen bij deze meneer. Ja, daar zal ik niet direct vanuit gaan. Oké. Nou, brandbos. Nou, ik heb een aantal dilemma's. Ah! Oké, okay. Een klassieke auto of sportwagen? Een klassieke auto. Cruisen of scheuren? Scheuren. Scheuren. Oh, gaat hier iets de lucht in. Max Verstappen of Jos Verstappen? Nou, Max, hè, die is nu hot, dus moet de hotste nemen. Oké, okay, je moet kiezen of je auto die altijd naar Brie ruikt of elke ochtend een lekker bad. Dan maar naar Brie ruiken, want op zich vind ik Frans kaasje heel lekker. Was... Jij zit me ook de hele tijd aan te kijken. Ik denk, oh my god, kijk er even vooruit. Nooit meer mogen autorijden of de Formule 1 winnen en niemand weet er vanaf. Niemand er vanaf weet, ja, het gaat me wel een beetje om de eer. Ik heb natuurlijk Formule 1 gereden. Ja. Long time ago, maar nooit natuurlijk gewonnen. Dus ja, dan ga ik toch voor het winnen Formule 1. En zelf rijden of gereden worden? Als ze heel mooi is, dan wil ik wel achterin gaan zitten. En anders rijd ik toch liever zelf. Dat snap ik helemaal. Ik ben bang dat ik... Heb ik nog vragen? Nee, hè? Wees je lief voor me. We gaan nu weer gek doen. Ja, maar niet oké, okay, ja, oké. Okay. Als het... We gaan even proberen hard te rijden. Ja. Okay. Ah! Oh my god! Dus als je een kotzakje nodig hebt, tik je me maar op mijn been. Nee, dat snap ik. En dan niet in deze auto zeker? Nou ja, het is niet mijn auto.